Kijkers, dit is Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Minister Noor Mohammed spreekt zich uit over wateroverlast. Interdepartementale commissie werkt aan urgente aanpak wateroverlast. Oproep tot voorzichtigheid te midden van COVID-19-pandemie. En ministers garanderen aanpak waterafvoerprobleem. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken geeft aan dat hij aandacht heeft voor de extreme wateroverlast. Het ministerie zal een aantal stappen ondernemen om dit vraagstuk op te lossen. Een van de zaken die nu al plaatsvindt is het ophalen van de primaire lozingen. De overheid werkt met man en macht om de ondergelopen delen van het land spoedig droog te krijgen. Suriname wordt inderdaad geteisterd door enorm veel wateroverlast. We hebben normaal de maanden mei en juni waar het altijd veel regen, maar deze maand van dit jaar is een bijzondere. We hebben bijzondere klimatologische omstandigheden waarbij het water in de rivieren enorm hoog is. En dat gaat deze dagen nog steeds zo zijn. En we hebben ook veel neerslag als gevolg van een storing in de atmosfeer. Het effect van klimaatverandering kennen we trouwens ook. Deze twee omstandigheden en een derde omstandigheid dat we een hele grote achterstand hebben in onze ontwateringssystemen, achterstallig onderhoud, een aantal mankementen. En ook misschien dat ons ontwateringssysteem niet meer gedimensioneerd is voor zoveel neerslag en hoge waterstanden. Je moet weten dat de kuststrook van Suriname ontwaterd wordt met wat pomgemalen, maar ook heel veel sluizen. En als het rivierpeil hoog is, veel neerslag. Dan kan je niet meer met een sluis ontwateren, want je gaat niet wachten op app. Je wil een pompgemaal gebruiken. Dus dit zijn drie van de voornaamste oorzaken waarom we vandaag in Suriname enorm veel wateroverlast hebben. Dit is een kritische situatie, want normaal wil je hebben dat water binnen 24 uur weggaat en dat is nu niet het geval. Dus wat het ministerie van Openbare Werken betreft, zijn we vanaf vorig jaar bezig geweest om alles voor te bereiden om de trenzen, primair, secundair, tertiair, een grote schoonmaakbeurt te geven. Maar we hebben een financiële crisis. Laat me dat duidelijk uitleggen. Een financiële crisis waarbij we gewoon geen middelen hebben. Dus we hebben alles voorbereid, maar de middelen zijn er niet. En aannemers willen niet werken als ze geen garantie hebben voor middelen. Dus elke maand zitten wij te wachten wanneer komen de middelen. De financiële crisis is ook de aanleiding geweest voor de crisis waar we vandaag verkeren. En dat is een van de redenen geweest waarom de regering spoed het COVID-fonds heeft aangesproken waar er wel middelen zijn gereserveerd voor noodsituaties. En drie ministers of ministeries verantwoordelijk heeft gesteld om die watercrisis, die wateroverlast aan te pakken. Zijn de LVV, ROS en OW. En de eerste zaken die we hebben gedaan is spoed aannemers vragen om primaire kanalen op te halen. Secundair, tertiair gaat binnenkort beginnen. Maar natuurlijk wil je hebben dat dit in de droge tijd moest gebeuren, niet in de regentijd. Want nu ophalen heeft ook heel veel risico's. Je ziet ook niet waar het kanaal is of waar een goot is, waar leidingen zijn. Toch? Dus het is niet zo ideaal om dat nu te doen. Maar goed, we moeten niet vergeten dat er een financiële crisis is geweest van achterstallig onderhoud. Als dat afgelopen jaren er niet was en heel veel pomgemalen en sluizen waren gemaakt, hadden we misschien deze situatie geminimaliseerd. In elk geval zouden de gebieden niet zo lang blank staan. Dat is wel wat ik wil zeggen. We hebben op de begroting, vanwege het feit dat we weten dat ontwatering een groot probleem is voor Suriname. We weten, het is mij ook hier gezegd toen ik als minister kwam, dat ontwatering heel weinig aandacht heeft gehad. Ik heb het gezien op het veld. Ik ben vanaf Albina tot Nikeri geweest, tot Brokopondok, alleen maar kapotte sluizen, pomgemalen, half functioneerde zaken. Dus ik heb het gezien op het veld. En daarom hebben we de begroting voor ontwatering extra middelen opgebracht. Dus wij gaan proberen zoveel als mogelijk alles uit eigen begroting te doen. Daarom wachten we voor het parlement op de goedkeuring van de noten van wijziging in 2021. En binnenkort ga je zien dat we al starten ermee. We willen wel hebben dat het waterniveau daalt, zodat we dat goed kunnen aanpakken. Feit is dat openbare werken met LVV ROS gaat zorgen dat landelijk primair, secundair, tertiair een schoonbeurt krijgt. Een schoonmaakbeurt krijgt, de trenzen. De tweede fase is, we op dit moment hebben ook een aanbesteding gehouden om primair de meest noodzakelijke dingen voor sluizen en gemalen aan te schaffen. Sommige dingen zijn gebeurd,
In Ikeri, Paramaribo, Kamuwijnen. Ze hebben wat urgente zaken gedaan. Een aantal volgen deze dagen nog. En dan komt er een derde fase. Dat is de fase om de pomgemalen en de sluizen structureel te vernieuwen landelijk. Vanaf Albina, daar zijn ook kapotte sluizen. Je weet, Albina was ook onder water gelopen. Tot Nikeri, Paramaribo, Kamuwijnen allemaal. Dat is de derde fase. We gaan hulp inroepen. Gisteren opdracht gegeven om hulp in te roepen van internationale organisaties. Om ons te helpen met die financiering. Als we dit niet doen, de volgende keer verzuipt Paramaribo waarschijnlijk helemaal. En dan is het te laat. Dus we hebben geen keus om de komende 2-3 jaren zwaar te investeren in, ik denk dat het zullen zijn, pomgemalen. Want het water moet uitgepompt kunnen worden. Namens de regering van Suriname deelde president-commissaris Prita Bisumbar van NV Surswam, Suriname zwaar materieel, mee dat er een calamiteit is met betrekking tot de ontstane wateroverlast in verschillende delen van het land. Vanwege onder meer extreme regenval en andere natuurlijke invloeden zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Bisumbar roept op tot kalmte omdat de regering al naar oplossingen zoekt. Er is een interdepartementale commissie ingesteld bestaande uit deskundigen van de ministeries van Openbare Werken, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Regionale Ontwikkeling en Sport en Surswam die met een structurele aanpak moeten komen. Op dit ogenblik is het wel mogelijk om via de Suriname rivier bij laag waterstand het water af te voeren. Echter kan dat niet via de Saramaka rivier omdat het Saramaka kanaal en de daarop aangesloten waterwegen van Zuid-Paramaribo en het noordelijk deel van Wanica onder water zijn. Om dit probleem te verhelpen zal de staat een 20-tal pompen, dat geschonken is via een creditlijn van India, inzetten in verschillende gebieden om het overtollig water zo snel als mogelijk weg te pompen. Vooral rondom Paramaribo, Wanica en Wageningen, waar de Nikeri-rivier buiten aan de oevertjes getreden, zullen versneld aangepakt worden. Aan de burgerij wordt gevraagd kalm te blijven en indien mogelijk voorzorgsmaatregelen te treffen. Het COVID-19-beeld in Suriname is allesbehalve rooskleurig. Het aantal besmettingen is nog steeds aan de hoge kant. Voor dit weekend zijn er wederom maatregelen vanuit de overheid in ene poging het aantal besmettingen terug te dringen. Het belangrijkste hierbij is dat u zich houdt aan de gestelde maatregelen. De maatregelen voor de komende periode, vrijdag 28 mei van 6 uur in de avond tot en met maandag 31 mei 5 uur in de ochtend. Zaterdag 29 mei en zondag 30 mei is de zogenaamde full lockdown van kracht. Maandag 31 mei tot en met donderdag 3 juni, dagelijks van 6 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Op het ministerie van Openbare Werken is er een persconferentie gehouden met betrekking tot de wateroverlast die ons land teistert. Enkele ministers hebben vandaag aangegeven hoe het vraagstuk aangepakt zal worden ten einde de delen van het land die blank staan weer droog te krijgen. De bevolking wordt gevraagd kalm te blijven. De overheid is druk bezig het overtollige water structureel weg te werken. Wij nemen u mee naar de persconferentie. Vanaf het begin, dus toen wij dus vanuit het ministerie hebben vernomen vanuit de verschillende commissariaten dat de verschillende districten eigenlijk te kampen hebben met wateroverlast, hebben we dat ook doorgespeeld aan de regering, met name de president. En we zijn samen met enkele, met de twee ministers op pad gegaan. En ter plekke heeft dus de president ook aangegeven aan de DC's om op het commissariaat een crisismanagement team te installeren. En dat bestaat dus uit de bestuursambtenaren, RRD, R-leden en eventueel ook DNA-leden. Dat wil zeggen dat wanneer de bewoners van de verschillende resorten, districten te kampen met een probleem waarbij de bestuurdienst niet aanwezig is, dan vragen we ook de RR-leden, de DR-leden die eventueel ook daarmee belast zijn, om dan niet aan te geven, want geluiden die we eigenlijk opvangen, dat mensen kloppen, aankloppen en dan horen ze je moet een brief schrijven en dat soort zaken. Dat willen we dus niet meer hebben. We willen gelijk dat de mensen worden aangehoord en waar we dus eventueel kunnen
inkomen, dat we gelijk inkomen. Als ik een voorbeeld mag geven, bijvoorbeeld Saramaca. Grote delen van Saramaca zijn echt wel ondergelopen. En men kampt nu met een probleem waar wij heel snel hebben aangegeven. Brengen jullie mobiele toiletten naar de verschillende resorten binnen het district. En op dit moment is het zover dat we zeggen van nee, we moeten in NCCR inschakelen om te kijken als de mensen niet verplaatst kunnen worden. Dat soort, dat willen we eigenlijk hebben vanuit het ministerie. En vandaar dat we dus, dat ik wil aangeven dat er op elke commissariaat een crisismanagement team belast is met wateroverlast. Dus wanneer de mensen, een RR of een DR-lid in hun directe omgeving ontmoeten, vooral als de bestuurdienst niet al zodanig zichtbaar is, dat ze dus gelijk dat doorspelen, zodat we inderdaad, ieder die ook, het maakt niet uit hoe ver die persoon zich dan bevindt, dat we dus kunnen inspringen en dat we komen met een, al is het een tijdelijke oplossing, maar dat we in ieder geval de mensen halen uit de situatie waarin ze zich op dit moment bevinden. Dat was het heel kort. Ik hoop dat ik in ieder geval mijn bijdrage heb mogen leveren. Maar dat is in het groot eigenlijk de rol vanuit het ministerie. Dat dus eigenlijk vanavond nog dus een soort duwricht in de DC's omgaan. Dat ze dus feitelijk ietsje flinker moeten zijn in het veld. Ik zie ze met laarzen, maar we merken op dat het lijkt alsof we dus eigenlijk dweilen met de kraan open. Dat de mensen om hulp roepen, maar dat we daadwerkelijk niet alleen werken met bestuurdienst, maar ook de andere werkarmen van het ministerie. De RR-leden, DR-leden, maar ook burgers, dat ze dus inkomen waar we de nodige steun kunnen geven. Dat we inderdaad als ministerie, clustersministerie, kunnen inkomen. Ik zal me beperken tot de agrarische sector. Het onderwerp is water. En in de agrarische sector praten wij over waterbeheer. Ik heb eerder het woord waterschap laten vallen. En ook daarbij aangegeven dat dat de toekomst is, zoals we dat zien. En dat moet het ook worden. Waterbeheer, daar praten we over afvoer van water, overtollig water als het te veel regent. Maar ook een berging, het woord is hier ook een paar keer gevallen. Berging van water, het sparen van water voor de droge perioden. Want de boeren die moeten door kunnen gaan met hun activiteiten. Het verbouwen van de gewassen. En dit heeft natuurlijk heel wat studie nodig. Daarvoor moet je gebieden in kaart brengen waarmee we al begonnen zijn in dit team van de drie ministers. En we zijn bezig de waterstaatkundige eenheden, zoals we dat noemen, nu te definiëren. Waar, welke gebieden. En dan ga je uitgaande van de neerslagcijfers, zoals eerder gepresenteerd, uitgaande van de verdappingcijfers, uitgaande van hoeveel water dat verbruikt wordt normaliter, dan kom je tot een soort formule en daarmee bepaal je dan de profielen van je loosleidingen. Ook de capaciteiten van je pompgemalen, want alleen in de piekperiodes wil je die pomp in gebruik hebben om de kosten zo laag mogelijk te houden. Voor de rest moet je het opvangen middels de berging en het bedienen van de sluizen. De gesprekken zijn reeds begonnen met een paar organisaties in het veld. Aan de andere agrariërs wil ik meegeven dat wij ook spoedig die andere gebieden zullen aandoen. Met de boeren aan tafel zitten, over de ideeën praten, want vaak weten zij het beter. Tenminste de waterhuishouding in hun gebied, dan als wij per Maribo daar aankomen. We gaan hun heel nauw erbij betrekken. Uiteindelijk zullen zij degene zijn die voor het onderhoud moeten zorg dragen. Dit geef ik mee en ik hoop dat gedurende deze regeerperiode wij goede vorderingen kunnen maken. Collega Noor Mohammed heeft al aangegeven. Het besluit is al gevallen dat wij al die pompen die er liggen, dat wij die allemaal gaan installeren. Alleen nu de vraag van waar gaan ze moeten komen, ga je maar één pomp daar neerzetten of twee of drie.
in combinatie met sluizen, met wat voor capaciteit. Het zijn allemaal zaken waar er gewerkt moet worden, maar wat ik wil meegeven is dat wij heel serieus ermee begonnen zijn. En deze regenperiode heeft ons extra gedwongen, heeft ons een extra prikkel gegeven om zo snel als mogelijk te starten met deze werkzaamheden. Oké, we hebben het gehoord van verschillende ministers. Die klimatologische omstandigheden die we hebben gehad is een verrassing geweest. Het was voorspelbaar, maar je weet nooit precies hoeveel regen er valt, hoeveel onder water loopt. Dus de serieusheid van verandering van klimaat, extreme events, La Niña, moeten we heel veel rekening mee gaan houden. En we moeten het meenemen in het beleid, niet alleen van het ministerie van OW. We geven bouwvergunningen uit, we geven verkavelingsvergunningen uit, maar er zijn ook andere ministeries. Bijvoorbeeld het ministerie van LVV, die gaat vooral letten op waar ga ik mijn landbouwgebieden oriënteren. Welke voorzieningen zijn nodig daar? Het ministerie van ROS concentreert zich vooral ook op het binnenland, maar heeft alle DC's onder verantwoordelijkheid. Ook daar zien we dat mensen ook dicht bij de rivieren wonen. Dus we moeten ons beleid aanpassen aan dit soort extreme events. We hebben gezien, heel veel gebieden zijn onder water. Dus wat woongebieden betreft, landbouwgebieden, heeft u al gehoord van de minister wat de maatregelen zijn, wat de tips zijn. Woongebieden is het zo dat je gevaar hebt, elektragevaar. Dus we hebben gezien dat heel veel mensen op een heel slimme manier hun ijskast hebben verhoogd, bed hebben verhoogd misschien. Maar je badkamer kan je niet verhogen misschien. Dus wanneer het ernstig is, dan hebben we wat nummers die ik zo meteen bekend ga maken. Maar woning, bouw moeten we aanpassen. Dus dit is een goede tip, zeker aan mensen die in de laaggelegen gebieden wonen. Als mensen nog moeten bouwen, hou rekening met dit soort dingen. Dat kan gebeuren in de toekomst, misschien nog erger. Je hebt gezien op tv, we hebben mensen gewoon gewezen dat ze misschien bij de deur alleen wat steen hebben opgetrokken. Dus hun huis is laag, maar gewoon een soort dijkje om het huis, toch? Of op de muren. Dat is ook een manier om te voorkomen dat water binnenkomt, et cetera. In deze tijd, zeker omdat het water zich mengt, is gebruik van laarzen heel handig. Toch? Als je een hoog gedeelte hebt, is dat makkelijk. Dat is de eerste oproep die we doen. Dus veiligheid is belangrijk, waterveiligheid. Want nu zit het water in sommige gebieden, rioolwater mengt zich met gootwater, met huiswater, dat is niet goed. Dus als je wil lopen, laarzen is eerste hulpmiddel. En wat betreft veiligheid van je inboedel, kan je dat proberen te verhogen. Maar als het water echt te hoog is, heb je een probleem. En dan denk ik dat we de NCCR moeten vragen om die opname te komen doen, wat dat stuk betreft. We gaan de RR's vragen, DR's vragen. In feite hebben ze al opdracht gehad om de gebieden in te trekken. Want er zullen misschien mensen zijn die alleen wonen. Of misschien iemand die zich moeilijk kan verplaatsen. We weten dat niet. Dus die inventarisatie gaat gebeuren door de minister van ROS via haar structuren landelijk. En dan gaan we NCCR vragen om te helpen. Toch? De noodvoorzieningen zijn in place daarvoor. De burgers die gaan we vragen om een handje mee te helpen. Je hebt sommige gebieden waar misschien één huis geen last heeft, maar de buurman heeft wel last omdat hij een beetje laag gelegen is bijvoorbeeld. Dus laten wij als buren elkaar helpen. Dat is in deze noodsituatie. Vooral het ministerie van OW, LVV en ROS, die gaan door met wat ik zo net heb genoemd, ontwatering duurzaam aanpakken. Toch, het is al gebeurd. De komende dagen, u hebt het gehoord van de meteorologische dienst, kunnen we nog meer verwachten. Maar wij gaan door met een duurzame aanpak van die ontwatering, dat dit probleem in de toekomst geminimaliseerd wordt. Wat het ministerie van Openbare Werk betreft, als er burgers zijn of mensen zijn die het ministerie nog willen bereiken, klachten hebben, dat zijn de nummers 53 14 91 of er is ook een appnummer 855-8209. Wat men in acute nood kan doen, zeker als het water hoog is en het trekt niet weg, bel gelijk NCCR of de politie. Die hebben een verkort nummer. Het nummer van NCCR is 144. En het nummer van de hoofdpolitie is 115. Dus NCCR, dat is 144. En de politie 115, dat kennen we allemaal. Dat is voor urgentie direct. Bellen
En dan zij staan in contact met ons. En dan kunnen we eventueel kijken wat we nog kunnen doen. En dat is denk ik in grote lijnen wat ik wil delen met de gemeenschap. Wat betreft de problematiek van wateroverlast. Wij gaan van openbare werken uit, via de meteorologische dienst, elke dag jullie op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen. Jullie zijn ook vrij om elke dag misschien contact te maken. Via meneer Kali, de afdeling voorlichting, dan brengt jullie in contact met de gegevens of als er nadere uitleg is. Maar ook als jullie willen weten of er nog dingen gebeuren op het veld, zijn jullie vrij ons te contacten. Maar dat zijn de twee zaken die we dus verder voortzetten. En wij van onze kant, van de drie ministeries uit, gaan ons best blijven doen. Toch? De komende dagen zijn we weer in het veld om te kijken hoe die maatregelen worden uitgevoerd. En nogmaals, want voor mij stelde jij die vraag. Alle materieel die we inzetten namens de regering is voor iedereen bedoeld. Dus wij willen geen klachten horen dat dit mag en dat mag niet, dan gaan we hard optreden. Maar het materiaal dat we inzetten is om het probleem van wateroverlast op te lossen. Dus als burgers die klachten hebben, gelijk doorgeven aan een van de ministeries of die klachtennummers die ik hier heb opgenoemd. En dat was Focus. Wees extra lief voor elkaar in deze uitdagende tijden. Goedenavond.